als je toevallig zit te kijken naar die spreidingswet-debat in de Eerste Kamer. Ja, dan zou ik zeggen, niet doen. Niet meer gaan kijken. Stop ermee. En als je niet kijkt, gewoon ook niet gaan kijken. Want je gaat je zitten opwinden dan. Ja. Meer dan stoom uit je oren. Oh, want die van de Burg, die staatssecretaris van asiel, hè. Ja, die staat daar met een heel vrolijk gezicht. En die heel vrolijk gezicht, hè, zijn de meest verschrikkelijke dingen te vertellen. Ja, het is werkelijk. Het is, als je het gewoon zo hoort, hè, dan is het gewoon veel erger nog dan je gedacht zou hebben. Ja, dan denk je bij jezelf, oh, het is gewoon veel erger. Het is gewoon veel erger. Ja. Zo'n man die vertelt gewoon, die zegt van, ja, maar we spreiden echt geen ellende over het land, hoor, zegt hij van de Burg. Nee, je gek, het valt wel mee. We hebben wel wat last met die veilige landers uit Algerije en zo, maar ja, mensen moeten het ook niet overdrijven wat zich allemaal in Ter Apel afspeelt. Nee. Die hebben, geloof ik, een paar dagen geleden heeft de burgerwacht nog 3 mannen opgepakt. Daar. Die hebben een eigen burgerwacht hebben ze nodig. En ook in die gemeentes eromheen. Nieuw-Wieringen, hoe heet het daar? Ja. Mensen die moeten zichzelf beschermen. En moeten dan overal in Nederland, in elke gemeente, moet er dan een burgerwacht worden opgericht. Zodat de mensen zichzelf een beetje veilig kunnen houden. Ik hou even op, zeg. Maar ook het meest verschrikkelijke wat hij eigenlijk vertelde, die van de Burg. Die zegt dan, ja, als je asiel aanvraagt in Nederland, dan krijg je, maar dat heeft geen land in Europa verder, dat heeft alleen Nederland. Dan krijg je in Nederland, krijg je rechtsbijstand, krijg je een advocaat. Gelijk vanaf het begin. Oh. Hoe vind je die nou? Ik begin gewoon dingen gooien naar de tv. Ik denk, wat is dit nou toch? Hoe kan dat nou? Dus je komt binnen om asiel aan te vragen. En dan geef je gelijk een advocaat. Zodat je helemaal je verhaaltje kan sturen. Zodat je juridisch helemaal gedekt bent. En dan krijg je 85%, ook vertelde die, hè? Ja, 85%. Ja, die krijgen asiel. En heb je eenmaal asiel, dan kunnen ze je bijna niet meer wegsturen. Want, vertelde hij, ja, dan moet je wel een heel erg crimineel feit hebben gedaan. En niet een winkeldiefstalletje of zo. Nee, dan moet je heel iets verschrikkelijks hebben gedaan. En dan kunnen ze je eventueel wegsturen. Nou. Oh, vrienden, het is nog... heel veel erger dan wij weten met dat asiel.